welkom bij de eerste spijkenissenvlucht hier op mijn kanaal. Ik ben samen met... Vreselijk, niet te doen. Ach jee, heb je hem ook weer? Oh nee, alsjeblieft. Waar beginnen we aan? Jeetje, waar beginnen we aan? Het is tevens koud. We staan hier ergens op een achterafschooltje, de Veenvlinder, in Waterland. En we gaan hier de eerste bijkenissenvlucht gaan we houden hier. Ga gewoon weg. En ja, daar gaan we nu mee starten. Kevin, ben jij er klaar voor, jongen? Nee. Dan gaan we zo echt starten. Oh, daar gaat hij alweer weg. Ga gewoon naar beeld. 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 Ga nou uit beeld. Ga nou uit beeld. Het duurt wel eventjes. Ja, ga nou uit beeld. Nou jongens, we gaan nu starten. We gaan allebei de camera's tegelijkertijd aanzetten. We blijven binnen Spijkenisse Waterland blijven we. Het is gewoon even testen, even kijken of dat het... Hoe het uitpakt. Even kijken hoe het uitpakt, want wij hebben het nog nooit gedaan. Dus dit is de eerste keer dat wij eraan gaan geloven, jongens. Het is de eerste keer. Ik ben reuze benieuwd. Kevin heeft er heel veel zin in. Ik heb er heel veel zin in. En we gaan zo starten, dus tot zo. Zo jongens. Het spel is gestart. Nou ja, nog niet. We gaan nu het spel starten. Nou, we gaan nu het spel starten. Even wachten, en dan even telefoon aan gaan zetten, we de telefoon eventjes gelijk zetten. Dan gaan we beginnen. We hebben het jachtseizoen app hebben wij op de telefoon staan. Maar en daarmee gaan wij dus het spel spelen. Ik ga via WhatsApp. Je krijgt een linkje met code en zo. En dan kon je meespelen. Kevin is nu het spel aan het aanmaken. We doen een uur, doen we. En ongeveer om de 5 minuten of zoiets krijg je een nieuwe locatie binnen. En ik krijg ongeveer 1 minuut of 4, zag ik, krijg ik rentijd. Dus maken dat ik wegkom. Ik heb je uitgenodigd op de app. Heb je mij al uitgenodigd? Dan ga ik eens even kijken op de telefoon. Kijken hoe het zit. Dan gaan we eens even kijken, Kavinsky. Zo. Oké, het is... I3K, oké. Oké, dan gaan we beginnen, jongens. Dat is wissen, oké. Oh, dan druk ik hem weer weg. Zou je net zien, hè? Dan druk ik hem weer weg. Zal dat de tv niet? Doe je het toch maar weg. Een tv eigenlijk, een tv, doe je toch maar. 3i. IJ3K. IJ3K. Speel mee. Nee, dat was hem geladen. Connecten. Kijk. Hij staat om. Hij staat erin. Ja, hij staat erin. Oké. Nou jongens, dan is dit het. Dan is dit het moment dat we gaan beginnen. Dus ik ga alvast alles om mijn zakken dicht doen. Ik ga mijn tas meenemen. Want ik ga op de vlucht. Ik ga op de vlucht en Kevin gaat hem proberen te pakken. Oh. Oh, alles gaat weer door de war, hè? Vreselijk. Oké. Okay. Nou, heb je altijd waar je hebt een mutsje op in je hand? Nee, muts hoeft niet op. Ik heb het gel in mijn haar gedaan, dus dat doe ik niet. Vreselijk niet te doen, nou. Ik hoop dat je vriest, dan weet ik wel. Ik hoop dat je doodgaat. Staat hij... Oh, jezus, jongens. Even wachten, even gaan wachten. Gaan we nou krijgen? Daar zijn we weer. Er ging even wat fout. Nou, jongens. Nou, gaan we beginnen? Ik ben er klaar voor. We gaan beginnen. Daar gaan we. 3, 2, 1, start game. En dan gaan we jongens, op de vlucht voor Kevin. Op de vlucht, wegwezen. Maak het over wegkomen. Op de vlucht. We zijn aan de andere kant van school. Ik ga het even zachtjes. Ik moet zachtjes praten. Want ik sta aan de andere kant van school. Misschien hoort hij me nog. Ik ben nu al buiten adem. Ik wou hier oversteken naar de andere kant. Kijk, hier heb je het bos.
ongeveer 3 weken geleden heb ik daar een vlog. Heb ik daar een vlog opgenomen. En het roken. Je ziet het. Het roken. Dat is het. Laat ik het allemaal wegkomen. Ga gewoon lekker tussen de huizen door. Dan ziet u mij niet. Hoop ik. Ik denk dat ik moet de grote wegen moet vermijden. En ik moet er gewoon voor zorgen dat ik een beetje op de kleine wegen blijf. Want ik kan hem niet vinden. Ik zit echt de hele tijd achter me om te kijken. Want ik ben zo bang dat hij al achter me staat, die klootzak. Ik heb hem al 5 minuten uitloop. Die vuile klootzak. Je mag niet in je gebouwen. Ik heb echt zo'n gevoel dat die hufte achter me staat. Of dat hij ineens uit de bosjes kan springen, die idioot. Ik vertrouw hem voor een meter, die klootzak. Jeetje, man. Ik zweet me nou wel de tyfus. Ik ben nog maar net begonnen. En nog 20 seconden. Ik ben benieuwd waar die is. En dan kan ik hem achteraan gaan kijken waar die is op dit moment. Over 12 seconden krijg ik een positie door. En dan kan ik gaan rennen en kan ik hem achteraan. Ik ben benieuwd waar die is. Nou, nog een paar seconden. Schiet op, schiet op, schiet op. Oh, vreselijk. En waar is die? Oh my god. Oké, hij is daar dus. Dus ik ga rennen. Oh my god, en ik heb koude klauwen. Oh, mijn poten die vriezen bijna vanaf. Niet te doen. Oh, ik ga nog rennen. Oh, kan ik niet rennen? Oh my god. Dan moet ik achter toe gaan rennen. Ik kan toch warm worden, want ik heb koude klauwen. Oh, mijn auto's op de weg. Niet te doen. Weg met je auto's. Waar ga ik naartoe? Ik moet die kant op. Ik heb ook zo warm woord. Het is fucking koud. Op de auto hier naartoe stond min 1 graden. Oh, en ik ga gewoon dood. Ik hoop dat ik daar de conditie voor heb om hem te winnen. Maar ik zie nog waar die is. Oh my god. Oh my god. Ik ben zo ver weg van hem. Ik kan niet rennen. Oh my god. Ding. Oh, ik moet hem vinden. Oké, waar zijn we nou? We zijn nu ergens op een fietspad bij een school. En even kijken waar die nu is. Hij was daar. Dus dat betekent dat ik deze weg af moet lopen, of niet? Is het een voetpad? Volgens mij ken ik... Nee. Ik denk toch dat ik deze weg af moet lopen. Ik moet daar naar boven toe. En dan naar de rest van kan ik erachter toe. Moet wel. Want dat is een voetpad. Oh. Yes. Oké. Gevonden. Ik ga bijna dood. Nou, kinderen. Vreselijk niet te doen. Oeh. Oké. Oeh. Oké, heb ik nou. Ik ben bijna in de... Bijna op de locatie. Oh, dit is zo erg. Dit is niet te doen. Oké. Oh. Ik ga nog gewoon even lopen. Ik kan gewoon niet meer rennen meer. Ik moet nog een uur volhouden. Ik hoop dat het lukt, jongens. Ik hoop dat we uit de handen van Kevin kunnen blijven.
Ik begot niet waar we zijn. Maar ik heb echt zo'n gevoel dat ik rondjes loop. We zitten op het Salamanderveen. We zijn naar boven aan het lopen. En ik moet zorgen dat ik niet op de... Dat ik niet op de grote weg, maar op de secundaire weg blijf. Dus de kleine tussenpaadjes. Want anders dan heeft Kevin me zo te pakken. Ik had echt het gevoel dat hij elke keer zo achter me ineens kan schieten, die idioot. Ik vertrouw voor een meter. Ik ga hier gewoon tussen. Ik denk dat ik hier gewoon beter tussendoor kan lopen. Ik vertrouw hem voor een meter, die gek. Oh my god. Wat? Ik ben bijna op de locatie. Waar hij stond. Wat dan? Ik ga gewoon dood. Dit is niet goed voor mij. Ik heb echt geen... Oh, daar is hij. Daar ben ik goed staan. Ik zag hem. Oh, wat sukkel, joh. Weet je dat zo? Ik zag je nou! Wat een sukkel! Oh my god! Dat is niet zo! Oh! Dat zag ik niet meer. Oké. Nou, volgens mij... Wat ik deze kant op... Dat is niet zo. Oh, ik ga dood. Oh, dit is niet goed voor mij. Ik moet meer naar sportschool toe gaan. Ik vertrouw hem echt niet. Voor je het weet staat hij ineens achter je. We zijn al een heel stuk naar voren gelopen. We blijven in Waterland. Het leek me wel een leuk idee om zeg maar, terwijl iedereen daar hier ligt te slapen daar zo, met zijn mond open. Heel awkward. Maar ik had dus het idee om het elke keer in een andere wijk te doen. Dat leek me wel grappig. Nou, we zijn lekker alle paadjes door. Hij kan me niet pakken. Voorlopig zit ik nog. Als ik hem nou aan de overkant ziet, kan ik hier snel een paadje inspringen. Terwijl mijn schoenen weer openstaan. Man, ik ben kapot. Ik ben wel blij dat de camera... Ik had eigenlijk de pokie moeten hebben, maar ik ben de pokie kwijt. Oh mijn god. Wat een dag, jongens. Wat een dag. Maar het is wel leuk. Ik vind het echt... Het is echt super gaaf. Echt gaaf, hè. Echt gaaf. Ik moet zachtjes praten. Ik ben nog steeds niet safe. Plekje zoeken. Waar die dorpsidioot. Dit is de schouw. Apotheek de schouw. Kijk, zie je. Ik zit al helemaal aan de voorkant. We zijn helemaal naar de voorkant gerend. En dan ga ik eigenlijk. Wil ik via de Beverveen. Daar zo. Wil ik eigenlijk een rondje maken. Maar ik zat echt op een klote stuk nou. Ik loop hier langs de secundaire weg. Dus ik moet echt maken dat ik wegkom. Want anders dan ben ik echt gigantisch te sjaak. Terwijl er een meisje van een jaar of 13 maal zit te kijken van... Tegen wie zit jij in godsnaam te praten? Nou, dat doe ik tegen mijn kijkers. Jongens, wat ik niet allemaal voor jullie over heb... Je moest eens weten, ik ben verkeerd gelopen. Ik denk dat ik toch beter zo kan lopen, maar dan moet ik eigenlijk even de andere kant op. Ik zal even mijn telefoon erbij pakken en dan ga ik eerst eens even kijken wat... Ik ben mijn telefoon kwijt. Jongens, waar is mijn telefoon? Oh hier, hier is de telefoon. Even kijken hoor. Kijk, want dit is eigenlijk het
de tactiek is eigenlijk dat als jij, nu ben ik hier, oh, en over 1 minuut en 34 seconden gaat de bus eraf. Hij liep daar. Ik zag iemand met een camera. Maak het weg. Oh, wat een sukkel, jongen. Blijf je daar gewoon staan. Niet te doen. Ah, we zijn aan de rand van Waterland. Oké. Nu ga ik even een stuk lopen, want ik ben totaal moe. Ik ga gewoon bijna dood. Mijn klauwen, die vriezen er bijna af. Het is gewoon niet te doen. Waarom ik geen handschoenen gepakt heb, ik heb geen idee. Ik dacht, zal wel meevallen, maar dus niet. Mijn klauwen doen echt fucking pijn. Oké. Nog 45 seconden voordat ik een nieuwe locatie door krijg. Oké. Welke kant zou die op kunnen zijn? Hij kan misschien die kant op of die kant op. Ik heb geen idee. Oh my god, jongen. Holy shit. Oeh. Ik heb nog nooit gerend voor mijn leven, nog nooit. Dit is pas. Dit is niet te doen, echt. Oh my god. Ik had hem bijna. Maar was het wel voorbij. Oh. Mijn klauwen, jongen, die doen niet pijn. Het is niet te doen. Zie ik dat makken? Nee, het is niet makken. Oh my god, ik moet. Oeh. Ik krijg een nieuwe locatie. Ik moet even inzoomen. Blijf hier even staan. Ik heb zo'n gevoel. Zoals je kan zien is makkelijk aan de andere kant. Je moet hier door. Oh. Was goed als ik hier links afraad, dat ik dan misschien tegenkom. Oké. Ik heb dat ik hem aantref. Maar als het goed is, moet hij in die straat zijn daar. Hier is het niet.
Ik ga dood, jongen. Ik ga gewoon weer op de fluiten. What the fuck? Ik heb geen idee waar die nou is. Dat ik richting de hoe heet het daar, ja, de andere kant op van de grote weg, dat ik even de grote weg snel oversteek en dat ik dan daar die wijk in duik. Maar als hij bij de Salamanderveen is of bij de Snoekenveen is, dan is die niet. Dan is hij de andere kant op gelopen en is hij niet degene die ik ben. Is hij niet degene dat ik dacht dat hij het was. Even kijken hoor. Even wat spel. Even kijken waar die is. Ja, je moet een soort tactiek hebben. Quincy kan dat heel goed. We zijn inmiddels 16 minuten bezig. Voor het nieuwe signaal. Ik sta nu op 13 minuten bijna. Ik ben al 13 minuten op de vlucht. Ik heb nou al geen adem meer. Ik ben helemaal buiten adem. Dus ik hou ook een beetje de klok in de gaten van de telefoon. Of van mijn camera. Dan weet ik een beetje waar die is. Ik moet heel even wat doen. Ik moet heel even kijken. Waar die klootzak zit. Ik heb zo'n gevoel. Ik weet niet waar die is. Namelijk. Waar zit die? Shit, hij zit vlakbij me. Hij zit vlakbij me. Basisschool de Duif. Hij zit in de Kikkerveen, zit hij. Zie ik. Maar ik ben de andere kant op gelopen. We zijn 14 minuten onderweg. En. Het gevaarlijke is dat als ik nu weer terugloop naar hetgene waar ik daarnet was toen ik dacht dat hij achter me aan zat, dat is het gevaar dat hij denkt van oh, je gaat alleen maar zigzaggen heen en weer en dan vindt hij me heel erg snel. Dus het is even een het is even een moeilijke iets. Dus ik moet echt maken dat ik wegkom. Ik denk dat ik Peter rechtdoor kan gaan lopen richting waar hij dacht dat ik was. Ik ben toe aan de checkie. Ik ga dan mijn camera pakken. Zo, nou jongens. Hij gaat volgens mij weer mijn telefoon af. Of is dat niet zo? Volgens mij moet ik hier naar links toe. Oh. De volgende keer kunt u beter doen als het wat warmer weer is, want het is echt niet te doen.
Dus echt niet te doen. The fuck? Hè? Wat de fuck is die gas nou? Oh, mijn poot die vriezen bijna af. Oh. Oh, ik ben echt dood op, jongen. Niet te doen dit. Volgens mij ga ik daar even naar links. Hij moet hier ergens in de buurt zijn. Even kijken. Marco, waar ben jij? Is er traks? Ik ga je vinden. Hoe dan ook, als ik dood ga, jammer dan. Hallo, toch? Ga gewoon weg. Oh. Volgens mij kan ik beter hier naar rechts gaan. Wacht, dat was de oude locatie. Oh my god, ik ben zo slecht in. Niet te doen. Ik zie niet eens waar ik naartoe loop. Ja, mijn telefoon is af. En hij kan nu een signaal zien waar ik ben. En hij ziet toch best wel aan de andere kant zit hij. Ik moet in ieder geval niet richting Jumbo lopen, maar ik moet de andere kant op lopen. Dat is de Ottersman. Eigenlijk zou ik de Ottersveen in moeten lopen. Als ik de Ottersveen in loop, dan sta ik weer op een heel ander punt van waar die. Want hij denkt dat ik als een idioot aan het rennen ben alleen maar. En ik moet ook niet elke keer dezelfde plek uitzoeken. Want op een gegeven moment aan het einde van het spel graaf je eigen graf zo. Terwijl hier eentje de kachel aan heb. Kijk, allemaal houtblokken en zo. Vreselijk. Niet te doen. Nou, dit is de grote weg. We zijn nu langs de grote weg. En Kevinski is, als het goed is, die kant op. Dus ik ga hier de Ottersveen in. Want hij denkt dat ik in de wat is het? Kikkerveen. Hij denkt dat ik in de Kikkerveen ben. Maar ik zit in de Ottersveen inmiddels. En dan loop ik langzaam naar achteren. Om een beetje in te graven. Waar ik precies ben. Ik moet ook niet te veel de kant van huis kiezen. Dus ik ga gewoon deze kant op. Ik denk dat ik de andere kant gewoon induik. Dat is misschien wel makkelijk. Ik moet eigenlijk constant blijven lopen. En ja. Punt. Doen. En later als je het een paar keer gedaan hebt, dan komt er wel een soort strategie, een soort lijn komt erin. Ik kan zeggen, ik blijf hier haken. En na de piepen, dan zeg ik van, ik ga het aan de kant, ik ga weg. Hij is nu bij de landmeter, is hij nu. Kijk eens dat. Oh, wat. Oké. Nog 2 minuten, kijk ik mijn nieuwe locatie. Hij kan overal zijn natuurlijk. Overal heb je zijwegen en weggetjes en paadjes en weet je het allemaal veel. Want Waterland is net een doolhof, laat ik het zo zeggen. Oké. En we mogen Waterland niet uit, dus. Dus ik hoop dat hij ergens in de buurt is. Want ik moet wel even nu lopen, want als ik hem zie, moet ik als een gek gaan rennen. Dan kan ik hem pakken. Oh, ik ga gewoon dood, man. Mijn handen, die vriezen zo dood eraf. Dit is echt niet te doen. De volgende keer is het beter als ik handschoen aan ga doen. Oh, dan heb je een vuilniswagen. Ik hoop als ik goed had dat hij niet ergens daar is. Maar dan weet ik niet zeker.
Misschien als ik waar ik nu ben, ik hoop dat als ik een nieuwe locatie krijg, dat ik misschien ook ergens bij mij in de buurt is aan de rechterkant. Een van die twee straten. Oh, daar gaat hij draaien. Ik hoop het wel. Want anders is het echt kut. Ah, mijn. Ik doe maar wat eigenlijk. En hij zit nu even kijken. Kijken waar hij zit. Hij zit nu bij de Ottersveen in de buurt. Dus hij zit vlak bij mij. Lijkt het wel. Of niet? Maar waar ben ik? Oh, ik zit hier, oh ja. Er zit nog een klein stukje tussen. Ik zal het even laten zien. Kijk, hier is Kevin, de blauwe. En die met dat fotootje, dat ben ik. Dus ik denk dat we gewoon over anderhalf minuut gaat het signaal weer af. Dus dan krijgt hij een nieuwe locatie. Ik denk dat ik hier even blijf hangen ergens. Dat ik gewoon zeg van ik blijf hier in die Ottersveen blijf ik hangen. Zo gauw als ik in de Ottersveen ben, neem ik snel de benen en dan ga ik snel die wijk in. En dat ik me daar dan weer verschuil. Nou, we hebben inmiddels dus al 19 minuten weg. En ik ben nog nooit zo moe geweest. Ik ben nog nooit zo moe geweest. Je krijgt dus een piepsignaaltje. Ja, het is allemaal even wennen. En dan gaan we kijken, jongens. Terwijl inmiddels weer mijn zak open staat. Dus ik ga weer even mijn jaszak even dichtgooien. Ik ben nog nooit zo moe geweest. En toch hou ik het elke keer in de gaten dat die oude gek ineens niet achter me staat. Ik heb zo'n gevoel dat hij echt... Ik zat de verleden keer dat toen bij Kevin te kijken. Toen zei Quincy, ik heb elke keer het gevoel dat hij achter me staat. En daar gaat weer een signaal af. Volgens mij. Kijk waar die is. Wat krijg ik? Ja, het nieuwe signaal is afgegaan, jongens. We gaan overspringen naar de andere kant van de wijk. Om daar uit de klauwen van Kevinsky te blijven. Ik ben nog nooit zo... Oh, zo, wat valt er daar allemaal? Ik ben nog nooit zo moe geweest. Oh, dit is zo niet cool. Oh, de fuck. Oké, uitzoomen alsjeblieft. Geen close-up maken. Daar hou ik niet van. Oké, we zijn nu weer aan de rand van het waterland. En ik hoop echt dat ik een nieuwe locatie krijg. Oh my god. Ik heb geen idee waar hij naartoe is. Ik heb nog 10 seconden. Dan krijg ik een nieuwe locatie. Ik wacht hier eventjes. Ik ben benieuwd waar hij nu is. Ah, mijn klauwen vriezen eraf. What the fuck? Hij is gewoon een kikker. Nou, jongens, dit heb ik totaal niet verwacht. Hij is gewoon helemaal de andere kant op gegaan. Oh mijn god. Dit is niet fijn. Dan zeg ik het zelf. Oh. Jongens, ik weet het niet meer. Ik ga even niet meer rennen, want dan ben ik daar gewoon dood. Doe even rustig aan, dan ga je naar rechts toe. Zoals je kunt zien. Oh, wat doe ik mezelf aan? Ah, het is koud. Ik blijf klagen. Dat is mijn klacht van vandaag, dat het fucking koud is. Dat mijn klauw gewoon bijna afvriezen. Oh my god, dan moet ik heel de stuk lopen daar naartoe. Ik ga echt niet rennen. Bekijk het maar. Nou,
Hier hebben we een grote drukke weg. Hier op het tankstation, deze berg hoor, Groenewoud. Waar je tegenwoordig alleen nog maar kan betalen met de pin. En wij duiken snel de wijk in. Hier ook, wij gaan geloof ik op de vlucht. Hij denkt, hé, hij staat bij de Ottersveen, staat hij. En dan gaan wij gaan meer achter de wijk in, richting Heembraadlaan. En dan ga ik proberen om eigenlijk met een grote lus eigenlijk weer terug te komen op de plek waar we begonnen zijn. Dat is op Vlinderveen. Dus ik ben benieuwd hoe Kevin het er vanaf brengt. En het spel duurt nog een kwartier, 16 minuten ongeveer. En misschien gaat Marco dit keer geluk krijgen dat hij dit keer wint, het eerste spel. Maar ik hoop als ik volgende keer ga vluchten, dat ik dan win. Want ja, als je vlucht, dan kan je natuurlijk alle kanten op. En voor een zoeker is dat best moeilijk. Moet je kijken waar die is. Ik sta helemaal. Of ik kan beter zeggen, hij was daar. Hij kan misschien naar boven zijn gaan. Naar rechts of naar links. Ik heb geen idee. Oh my god, ik moet daar naar de andere kant toe. En ik ben al kapot. Jeetje zeg. Ik ben helemaal kapot. Ik ben echt helemaal gesloopt. Ik moet volgende keer eerst naar de sportschool gaan. Ik heb het echt, ben een beetje. En ik heb echt het gevoel dat hij elke keer boven op mijn lip staat, die idioot. Ik vertrouw hem voor geen meter. Dus ze gaan snel weer de benen nemen. En ik wou eigenlijk dus met een boog, wou ik eigenlijk om alles heen lopen. Tot nu toe vind ik het echt, ja, ik vind het echt kicken. Ik zou zeggen, nog een keer doen. Maar wel moet ik meer trainen, want ik ben nou helemaal back off. We zitten ergens in de 317 zitten we nou. Ik ga niet rechts. Ik hoop dat ik daar over kan steken tot daar ergens paadjes of zo. We gaan even kijken. Ik hoop dat ik hier naar rechts kan. Ik bedoel de andere rechts. We gaan even kijken. Oh my god, oh fuck. Is dicht. Ah, zo kansloos. Oh my god. En ik heb geen idee hoe het met Marco nu gaat. Waar hij eigenlijk is. Of hij net zo kouklauw heeft als ik. Ik heb geen idee. Nou, hier was eerst van zijn oude locatie en toen was hij hier naartoe gegaan. Dat moet wel. Was het de hekjes in het sportveld en is hij daar achter toe doorgelopen. En ik hoop dat ik hem daar ergens kan vinden. Want ik moet jullie vertellen, Waterland is best groot. En als we heel Spijkenissen zouden doen, dan zou ik hem nergens kunnen vinden. Want Spijkenissen is best fucking groot. Oh, ik had beter ook iets kunnen gebruiken voor vervoersmiddel. Ja, fik, waar kan ik naartoe? Ik had niemand op. Loop gewoon om de. Kan dat? Want hier begonnen volgens mij. Ik weet niet of er nog paadjes aan de andere kant. Ik hoop het wel, anders heb ik de fucking lul. Dus ik wil hem wel vinden, graag. Dus we lopen. Volgens mij was echt de fout van. Van Kevin dat hij dacht dat ik terug was gelopen naar mijn. Naar waar ik woon. En toen ben ik eigenlijk slim geweest. Toen heb ik eigenlijk de andere kant ben ik opgelopen. En dat is eigenlijk wel goed. Voor mij wel een goede zet geweest. Dat ik toen niet
richting huis gelopen ben, maar dat ik richting de andere kant opgelopen ben. Oh. Oké. Moet even rustig aan doen, ik heb nog een kwartier. Ik heb nog 18 minuten, kijk. Oh wacht, hij loopt op natuurlijk. We hebben een uur de tijd. En we zitten al bijna op de helft. Dus nog een half uurtje. Dan moet ik hem echt wel zien te vinden. Nou. Ik hoop dat ik daar naar links kan. En dat je paadjes dat ik naar de overkant ken. Dat zou best mooi zijn. Oh my god. Ik heb zo'n hekel hier aan. Een grapje. Het zou beter wezen als we, als ergens een mooie weer zou zijn of zoiets. Ah, hier op een brugje. Oké. En we zien op die map die daar is. Oh, volgens mij was een hek. Dan kunnen we beter toe naar rechts. Oké, dat is die kant op. Daar gaan we naartoe. Maar hij kan ook rechtdoor zijn gegaan zijn. Dat hij daar misschien ergens is. Ik ga gewoon proberen. Ik loop gewoon rechtdoor. En ik hoop dat de kans groot is dat hij misschien daar echt zou zijn. Ik weet het zelf ook niet. We zien het wel. Hier heb je weer een weg. Ik loop hier rechtdoor. Ik ga hier rechtdoor lopen. Loop ik tussen de huizen door. Dan moet ik dadelijk even het signaal even in de gaten houden. Kijken waar die mijn loodzijger verstopt heb. Ik dacht net echt dat hij achter me aan zat, zeg. Nou, dat was echt dat stukje adrenaline wat ik dus altijd bij Quincy zag. Als Quincy meedoet met de berenvlucht. Nou, ik weet inmiddels ook hoe dat voelt. Ik dacht echt dat hij op mijn lip zat net. Jeetje, wat was ik bang, zeg. Ik denk, oh my fuck. Ik denk, daar heb je hem. Nou, ik ben al 24 minuten aan het filmen. Dus het gaat de goede kant op. We zullen tijd vinden. Oké. Ah, ik hoop de kans heel groot is dat hij misschien daar is. Dan 6 seconden. Krijg ik weer een nieuwe locatie door. Teringlaaier. Godverdomme. Wat de fuck is in mijn toeraam? Oh, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Oh. Hij is nog verder gelopen. Oh my god. Dit is niet te doen. Oh. Hoe de fuck kan hij zo ver komen? Ik ga al bijna dood. Ik weet niet hoe het met hem is, maar... Oké. We gaan het meemaken. Ja. Dan lopen we hier naar rechts toe. Dan gaan we naar zijn oude locatie toe. Want natuurlijk op dit moment is hij daar niet meer. Oké. Oh my god. Nou ja. We gaan hem vinden. Ik hoop het. Oh fuck. Mijn instellingen. Dus ik ga gelijk te klooien aan mijn instellingen op mijn telefoon. Ik doe van mijn camera. Dat is niet de bedoeling. Sorry daarvoor. Mooi. Oké. En ik hoop dat ik hem zo vind dat hij misschien denkt, ja ik loop weer terug. Anders duurt het te lang en dan vindt hij mij nooit. Maar of hij dat denkt, weet ik niet. Die denkt natuurlijk, ik wil winnen en ga zo ver mogelijk diep waterland in. Oh, vreselijk. Oh, ik ben zo kapot, jongen. Ik kan niet rennen meer. Oh. Fucking hell. Waarom doe ik dit? Wat zal ik doen? Zal ik naar links? Nee, ik denk niet dat hij terug is. Ik gewoon verder is, want ik ga gewoon naar rechts. En dan het paardje naar links. Want ik verwacht dat hij misschien ergens hier is. In dit stuk. Dat zou kunnen. Nou, als hij maar dan, en dat is de rand. Ik denk dat hij daar is. Ik weet zeker dat hij daar is. Maar ik ben net gelogen rechtdoor. Ik loop gewoon heel die pot door.
Dan ga ik naar links, ga ik daar de wijk in. Oh wacht, ik kan ook zo lopen, dat ik er misschien ergens uit tussen ziet lopen. En daar gaat hij. Nieuwe signaal. Nieuw signaal. Even kijken. Waar zit die oude gek? Ik hoop echt dat hij in de wijk is, anders ben ik echt fucked up. Want rennen ken ik nog steeds niet. Dan ga ik gewoon dood. En dan blijf ik zeggen. Oké. Okay. Daar is het pompstation. Dat is de rand van de waterland. Ja, hij moet ergens in die wijk zijn. Oké. Okay. Ik heb echt zo dat hij daar is. Want dat is de rand van het waterland. Of niet? Volgens mij. Nee, fuck. Nou ja, ik hoop dat hij daar is. Ik heb gewoon dat hij ook al aan het lopen is. Ik heb het in zijn pakken. Oh. Dat is niet te doen dit. Oké. Okay. Ik ben nog een stukje. Dan ga ik daar de straat in, daar links. Dan ga ik daar zoeken. Dan neem ik de rechte pad. De rechte stuk. Ik hoop dat die daar ergens is. Want daar nou rechtdoor heb je daar, aan de rechterkant heb je daar een bos. Van waterland. En ik hoop niet dat die daar naartoe gaan is. Wat kan ik doen? Ik kan misschien een stukje er rechtdoor gaan en dan links. Of ik kan hier naar links. Ik doe het gewoon. Ik zet daar gewoon over en ga ik daar de wijk in. Ik hoop echt dat die niet die kant op gegaan is, jongen. Ben ik weer te pro. Oh, ik ben al kapot, jongens. We zijn in Ottersveen. En ik denk dat ik rechtsaf. Nog 1 minuut en dan krijg je een nieuwe locatie door. En ik hoop fucking echt dat hij niet te parken gegaan is. Oh, moet ik nog lang lopen. Oh, dat is echt niet te doen. Oh, ik zou mooi zijn geweest als ik hem daar nu zou zien lopen, jongen. Oh mijn god. Oké. Okay. We zijn nu hier. Ik hoop dat hij daar hier echt in de wijk is. Dat hoop ik echt, jongen. Als hij daar niet is, jongen. Oh. Zou echt fucked up zijn. Oké. Okay. En ik moet zeggen, het valt best tegen. Zo lang lopen. Ik ben dat echt niet gewend. Zoals ik al zei, ik heb echt geen conditie. Oh my god. Hij zit helemaal in de baarsveen. Hij is helemaal in de baarsveen, is hij. Hij zit helemaal in de baarsveen en dat is echt helemaal de andere kant van waterland zit hij. Hij is echt helemaal weg. Hij zit echt helemaal aan de andere kant. Ik moet niet te hard juichen. Ik moet niet te hard juichen. Maar hij zit echt op een plek waar ik hem wil hebben. Hij zit op een goede plek. Ik dacht dat hij mijn kant op gelopen was, maar hij zit echt helemaal aan de andere kant. Hij zit helemaal in de baarsveen. En dat is eigenlijk hier helemaal doorlopen. Maar het is wel een kwartiertje lopen, denk ik. 10 minuten. Dus ik heb eigenlijk precies waar ik hem wil hebben. En dat is gewoon heel ver weg bij mij vandaan. Ik duik gewoon elke keer achter de huizen langs. Omdat ik zo verschrikkelijk bang ben dat die idioot ineens achter me staat. In 5 minuten kan je best wel een enorme schade overbruggen. Dus ik ben echt reuze benieuwd. Ik ben benieuwd of ik hem ga winnen, jongens. Oh, als ik hem ga winnen, dat zou zo gaaf wezen. Maar we moeten nu nog niet te vroeg juichen. Oh, als er volgende keer iemand bij mij kan gaan om te helpen. Misschien met 2 personen. Dat lijkt me veel beter. Oké, kijk de locatie door.
Nog 10 seconden. Ah, oh, fuck. Wacht hier eventjes. Oh my god. Nog 3 seconden. No fucking way. No fucking way. Hij is gewoon teruggelopen. Hij is gewoon fucking teruggelopen. Oh my god, nou ga ik echt dood. What the fuck, Marco, waarom doe je dit mij aan? Nou, in ieder geval, hij is daar niet de park in gegaan. Dat is daar zo. Teringlaaien. Hij is fucking daar helemaal achteraan, daar zo. Maar wel dit pad. Of de andere weg. Jongen, als ik nou daar eens open daar achter. Oh fucking, ik hoop het zo erg. Nou, ik loop hier weer allemaal tussen huizen langs. Allemaal huizen. En zo doe ik mijn tactiek een beetje aanpassen. Ik laat gewoon een beetje zien van. Doe gewoon een beetje van. Dat ik op mijn gemakje van de ene kant naar de andere kant loop. Ik ga eerst eens even staan. Ik denk dat die oude gek toch niet voorlopig nog bij me in de buurt is. Ik ga eens even gemakkelijk een sikkie draaien. Ik hoop niet dat dat mijn doodsteek is. Maar ik ben echt toe aan een sikkie. Ik ben helemaal kapot. Dus we gaan dadelijk wel kijken, jongens. Ik ben reuze benieuwd. Ik ben benieuwd hoe Kevin het nu heeft. Ik denk dat we maar even over gaan schakelen. Ja, dat kan ik nu doen. Nu niet, maar in de edit wel dus. We gaan naar Kevin. Ik houd het pad in de gaten. Oh fuck. Oh fuck, ik denk dat hij naar de oude locatie is gegaan, van links. Oké. Okay. Nou, dan heb ik een andere tactiek. Andere pad. Ik ga dadelijk naar... zie die lijn links daar zo? Dan ga ik terug. En ik hoop dat ik daar tegenkom. Dat zou echt vind ik een fantastisch wezen. Ja, ik probeer natuurlijk niet achteraan te gaan, dus in de oude locatie, maar daar is het natuurlijk niet. Dus moet ik gewoon naar links gaan en proberen om daar tegen te komen. Ik hoop het wel. We gaan het zien. Zo. En ik ben een checkie aan het draaien, jongens. En ik moet plassen, jongens. Oh, dat hou ik geen half uur meer vol, hoor. Oh, 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 oh. Dat hou ik geen half uur meer vol, dit. Dus ik moet al even bosjes zoeken. Kijk, ik moet ook eerst kunnen plassen. Kijk, waar we nou ergens zitten. Kijk, we zitten nu hier. Hier heb je dus de schouw. En ik moet eigenlijk hier, wil ik eigenlijk die kant op lopen, maar dat kan ik niet hier doen. Want ik ben nu ben ik vlak bij de grote weg. Dus ik moet. Uitkijken dat ik niet te ver achterloop. Ik denk dat we hier maar ingaan. We zitten inmiddels in de Kikkerveen. En ik kan ergens een aansteker vinden. Ik heb geen aansteker bij me. Maar waar zou Kevin zijn? Ik moet zo even kijken. Omdat ik... Ik heb geen handstukken bij me. Kijk, ik kon niet roken. Oh, oh, oh. Wat ellende. Vreselijk niet te doen. Je doet juist de vijand niet om. En daar gaat het signaal weer. Ah, ik hier weer terug. Niet te doen. We gaan Kikkersveen in. Dus we moeten hier naar links toe gaan. Ik hoop dat hij niet verder gegaan is, naar links of naar rechts. Naar boven. We zullen het zien.
Oké. Kijk welke kant ook op mijn hoed nu. Want. Oh, daar. Oké. Kan misschien zo gaan. Dat ik daar naar. Nee, ik loop toch deze kant op. Dus, we nemen gewoon de benen. Stukje draaien, doe ik maar een ander keertje. Daar heb ik nou geen tijd voor. We gaan eens even kijken waar Kavinsky is. Waar is Kavinsky? Zo. Kijken waar Kavinsky is. Oeh, Kevin is bij me in de buurt. Ik moet oppassen, jongens. Kevin is in de Kikkerveen. Volgens mij. Ja, hij is ook in de Kikkerveen. Dus we gaan de andere kant op. En we maken snel dat we hier wegkomen. Want we staan helemaal aan de verkeerde kant. Ik wou die kant op gaan. Ik hoop echt dat hij daar bij het water is, jongen. Ik zweer, ik maak hem af. Marco gaat gewoon dood. Feestelijk. Oké, ga ik hier naar rechts. En dan naar links. Oh, ja. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Marco gaat winnen. Dat weet ik sowieso. Oh. En ik ben vandaag te verliezen. In deze eerste editie van Jachtseizoen. Op Israël Trox, zijn kanaal. Vreselijk. Niet te doen, maar het zei zo. Oké. Even kijken waar ik nou ben. Dan lopen we allemaal dood, denk ik. Dus wacht, misschien ken ik wel tussendeur. Tussendeur. Die huisje deur. Ik hoop dat er ergens een doorgang is. Dat ik gewoon kan sneaken tussen. In de hoop dat ik hem misschien kan vinden. Ja. Ik ga omlopen. Ik ga niet al de passages heen. Daar heb ik wel geen zin in. Ik kan volgens mij niet eens. Kan mij het schelen? Oké, gewoon recht door. Kan mij het verrotten? Oh, niet te doen dit. Oké, hier ben ik nog twee, wat is hier? Ah, ik moet toch niet doorlopen, hè? Oké. Oh, Marco. Why the fuck ben je? Oh, ik moet echt mijn zin verspreiden, als ik zie, moet ik echt zo'n begon gaan rennen, jongen. En ik hoop dat ik hem kan pakken. Want dan is het spel afgelopen. Dat hoop ik echt. Oké. Ik ben een pad bij het water. En dan gaan we rechtsaf. Ik hoop zo dat ik me ergens tegenkom. Want daar is de andere kant van het waterland. Oh shit. En daar zijn de scholen weer. Naar het brugje waar ik eerst was. Nou, ik loop hier rechtsaf. Ik kan mij het verrotten. Man, ik hoop echt niet dat hij daar is, hè. Dat heb ik niet. Nou ja, ik zie wel. Die weg kapot. Oh my god. Help iemand mij met deze spel. Oh. Joost, Ramon. Iemand. Quincy. Oh. Ik kijk waar ik ben. Oh my god. Ik ga gewoon linksaf. Ik hoop echt dat ik hem af kan snijden. Dat hoop ik echt. Dat zou zo mooi wezen. Oh, fuck. Dan ga ik dan gewoon die pad aflopen. In de hoop dat ik hem tegenkom. Hier liep ik net. Dan ga ik rechtsaf. Dan ga ik linksaf. Oh, fuck. Mensen denken, wat doet hij met zijn camera en zijn klauwen? Oh, ik heb die positie. In de buurt. Hallo. Ja hoor, prima. Oh, hij staat in de buurt. Ja! Ja, daar is hij! Ja, daar is hij! Resty! Ja, ik heb gevonden! Oh, Marco, stop! Marco! Dat zie je wel! Ik zei het toch! Ik zei het! Die vuile t. Oh.
Nee, daar is hij. Wie is hij? Mijke, stop. Ik kan niet meer. Oh my god. Ik red het niet meer, jongens. Ik ging boven. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen, mensen. Oh my god. Verdomme, je was zo ver bij me vandaan, jongen. Oh my god, ik jij zat in de baarsveen. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik wil zitten, ik ben dood. Ik wou niet te doen. Ik heb gewonnen. Hij heeft het is je verdiend. Ja, dankjewel. Je hebt het eerlijk verdiend, jongen. Serieus. Maar je zat heel bent van bij me vandaan. Oké, okay, mensen. Maar ik dacht net, doelpunt. In het hele begin, dacht ik dat je ook achter hem aan zat. Oh. Ja, ik ben te ver. Ja. Te lang in deze hoek blijven hangen. Ik had eigenlijk in die andere hoek moeten blijven. Ik merk het wel aan mijn adem, hoor. Ja. Ach, man. Nou, het is geen uur geworden. Nee. Het is geen uur geworden, jongens, maar. Ah, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Hij heeft hem gevonden. Yes. Hij heeft hem te pakken. De eerste spijkenisse vlucht is gewonnen door Kevin. Van Abnormaal. Ik heb de manieren gestoot. Kevin heeft de eerste aflevering gewonnen, jongens. Ik heb verloren. Hij heeft me te pakken. Ik dacht dat hij helemaal aan de andere kant van Waterland was. Maar hij is op wonderbaarlijke wijze is hij weer teruggelopen. En bij het laatste signaal zag ik al dat hij heel dicht bij me in de buurt was. En toen zei ik al van, ik moet maken dat ik wegkom, want Ik hoop dat hij terug zou gaan, want dan zou ik hem afsnijden. Ja. Maar het is gebeurd. Maar het is gebeurd. Kevin heeft de eerste spijkenisse vlug gewonnen van dit jaar. En ja, jongens, niks meer dan proficiat. Een terechte winnaar. We gaan de winnaar nog niet bekendmaken, dat doen we natuurlijk niet. Want jullie moeten deze aflevering kijken om te zien wie de winnaar is. Ik ga heel even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer vanuit een koud en benauwdachtig spijkenisse. Tot zo. Zo jongens, we lopen op de Kikkerveen en we lopen de terugweg. Kevin heeft me echt te pakken. Yes. Kevin had haast één fout gemaakt. Hij had haast de score op Twitter gezet. Maar ik heb hem gelijk weer verwijderd. Ja, ik zeg niet doen. Niet doen. Want dan zien jullie de uitslag. Juist. Duurde iets van 28 minuten, hebt de spijkenisse vlucht geduurd. Ja, zo ongeveer. Toen zeg ik tegen hem van ja, we moeten het anderhalf uur moeten we ook even volfilmen. Maar hij zegt waarom dan? Nou, ik zeg, mensen zien de lengte van de video. Ja, en dan weten ze de score, hè. Dus we moeten gewoon even de 90 minuten, of de 90 minuten hoor mij nou. We moeten gewoon het uur volvullen, maar iets meer als een uur. Uur en 20, 10 minuten, oh, 15 minuten. Ik had wel geluk dat je gewoon terugliep, hè? Ja, hè? Dat gewoon de weg afsneed. Ja, ik was blij, jongen, want ik zag dat jij op de Paarsveen geweest. Je bent bij mij geweest, waar ik woon. Nee. Want ik zag, volgens mij zag ik dat jij op de Paarsveen was. Nee, niet bij jou. Ik was niet bij jou. Nee, maar wel op de Paarsveen. Wel in de Baarsveen ben jij geweest, volgens mij. Nou, dan kijken we dadelijk wel terug. Geen idee meer. Dan kijken we dadelijk wel terug. Want ik zag op een gegeven moment bij het punt, maar dan zie ik toch ook jouw signaal? Nee, volgens mij niet. Ik zie alleen jouw signaal. Oh! Nee, volgens mij wel. Volgens mij zie ik ook jouw signaal. Oké. Want ik zag eerst dat je heel ver bij me vandaan was. Ja, en toen zag ik ineens, bij het laatste signaal, zag ik dat je heel dichtbij was. Op een gegeven moment probeerde ik jou ook af te snijden, maar toen kreeg je een nieuwe locatie, was je nog verder gelopen. En ik dacht, godverdomme, ik ga bijna dood, ik kan geen zin meer. En dan moet ik helemaal tot daar naartoe lopen. Want voor mij was jij eerst richting mij weer gelopen. Terug richting mijn huis. Nou ja, niet,
Niet mijn huis, niet het, precies waar ik woon, maar wel de omgeving. Ja, ik had sommige stukjes wel twee keer gelopen, ja. Ja, daarom. Dus ik dacht van nou... Dat klopt. Maar goed, ik heb gewonnen. Ik dacht dat jij de eerste keer zou winnen. Hè, ja, dat dacht ik ook, maar... En ik zei nog... En ik zei nog... Van ik moet niet... Hoe heet dat? Ik moet niet te vroeg juichen. Nee, precies. Moet want als je te vroeg juicht, dan juist. Ben je de zaak, weet je wel. Ja, dan in het laatste half uur dan loop je gewoon tegen de molen aan. En dan ben je alsnog te lul, weet je wel. Dus wat dat betreft, ja... Zei ik van, nou, ik moet nog niet te vroeg juichen, maar het gaat de goede kant op. Maar ja, toen zat jij helemaal aan de andere kant van Waterland, zat jij. Ja, klopt. En toen op een gegeven moment... Ik was aan de kant van die, waar die apotheek zit. Daar was ik ook. Ja, klopt. Ik was ook bij de apotheek, was ik. Dus, vandaar. Maar ja, jongens. Eindelijk. Oeh. Het heeft gelukkig geen uur geduurd, want we zijn niet volhouden. Alleen ik in het trekken. Maar ik moet ergens een fiets gestolen of zo, maar dat maakt vooral veel. Via de fiets, met de fiets. Ja, nah, was toch leuk? Ja? Was toch leuk? Had je ergens een fiets gestolen, ja? Ja, had je ergens een fiets gestolen dan, joh, ja? Alleen om jou te vinden. Ja, alleen om mij te vinden, joh. Kevin, doe even je beklacht. Doet even je beklacht. Nou, mijn beklacht is dat ik pijnlijke koude klauwen had. Nou. En ik heb geen zin meer. Doe dadelijk even de kachel aan. Ja, ik heb bijna dood. Doe dadelijk even de kachel aan. En dan als je de kachel aan hebt, dan warm je weer een beetje op. Precies. Krijg je nog wat te drinken van me. Ja, dat is aardig. En ik moet nog even die videobestanden voor jou even hebben natuurlijk. Ja, die gooi ik ook naar jou toe. Want anders, dan heb, ik, anders heb ik er niks aan. Precies. En ik ben ook nog in de testtrekker geweest. Ja, dat was het daar. Ja, er was niets goeds over te vertellen. Nee. Dus, ja. Nou ja, we zijn in ieder geval weer langzaam mijn richting op aan het lopen. Dus ik ga hem zo neerleggen, jongens. En dan film ik zo nog wel eventjes een stukje. Maar ik dacht echt eerst dat je misschien daar naartoe zou gegaan zijn, in het park daar, zo dacht ik eerst. Daar ben ik ook geweest. Ik was toen hier. Nee, ik was toen daar binnen gegaan en hier kwam ik weer uit. Nou, ik dacht dat ik ook hier was. Maar ik liep op een gegeven moment. Dacht ik dat ik daar liep. En kijk, die locatie was echt helemaal daar naartoe gegaan. Ik dacht, godverdomme. Ik had gedacht dat je daar in die parken zou. Ja. Maar gelukkig niet, hé. Je had ook die kant op kunnen gaan. Ja, maar, het is maar, klein maar dat is maar een klein parkje, hoor. Oké. Daar heb je echt. Maar ik had wel. Dat ik zoiets had van als ik bijvoorbeeld als ik dan hier uitkwam, zeg maar, en ik had zo'n grote weg, dat ik wel moest, hoe heet dat? Ja. Dat ik wel zoiets had van als ik die grote weg oversteek, ja, dat je moet ik snel wezen. Ja, moet ik heel snel wezen, want de grote wegen is natuurlijk... Uiteindelijk liep ik ook hier op deze pad, ik leef maar rechtdoor toe. Want die grote wegen, dat is natuurlijk finesse, ja, daar ben je zo de zaak. Maar eigenlijk is Waterland best groot natuurlijk. Ja, daarom zie je wel dat je makkelijk in één. Ja, dat je het in één vlucht kan doen. Ja. Als je heel spijkerig zou doen, zou ik het echt niet trekken. Nee, daarom. Dat is alweer te groot, weet je wel. Ja. Dus je kan gewoon aan de ene kant kan je gewoon. Kan je dat gewoon doen. En dan de volgende keer kan je gewoon weer een andere wijk in Spijkenissen doen. Precies. Je hebt nog Zatwijk hier, je hebt Maaswijk nog. Je hebt Vogelenzang nog. Noord gaan we bij Quincy even langs, bij de vluchteling. Gaan we even bij de vluchteling even aanbellen. Dus... Ja, dus vandaar. Maar ja... Dan lopen we eindelijk weer terug. Dit is dat park waar ik toen op die druilerige zondag was, dat het zo erg regende. Dat was hier ook. Dat was dit park. Okay. Weet je wel? Dat was twee weken geleden of zo. Twee weken geleden had ik een vlog. En dat ging over de druilerige zondagochtend. Ja. En dat is hier in dit park opgenomen. Maar het is mijn heel klein parkje. Maar ja, die is hier opgenomen, Maria. Is goed, Joost. Is goed, Henk. Ja, als je wilt. Maar is verder alles goed met Henk? Ja, wel. Ben je alweer een beetje aan het bijkomen van je schrik? Nee. Nee, oh, daar gaat hij weer weg, hoor. Daar gaat hij weer weg, hoor. Daar gaat hij weer weg. Dus, ik merk echt dat ik geen
veel conditie heb. Dat ja, niet veel. Ik ook niet, maar jij rookt. Ja, ik rook, dat is nog erger. Zo, het begin jongen, het begin ging ik eerst, heb ik een heel stuk wezen rennen. Ja. Nou, op een gegeven moment, toen was ik erg, ik was helemaal kapot man. Ja, ik zei nou, ik red het niet meer met mijn rokerslongen. Rokerslongen? Ik rek het niet meer met mijn rokerslongen. Ik ga er lekker mee stoppen. Lekker voor je. Jammer voor je, Ria. Ja, voor je. Waar gaan we naartoe? Naar huis. Dan ik even lekker wat te drinken nemen en even een beetje bijkomen, want we zijn allemaal even best wel moe. En ja, we hebben het wel weer gehad voor vandaag, jongens. Ik ga het niet zeggen, ik ga niet zeggen wie de winnaar is. Ja, jullie weten het nu. Jullie hebben ervoor gekeken. Dus het zal de aankomende week nog wel spannend worden voor die jongens. Dat ze weer vragen gaan stellen van, ja, joh, wie heb je nou gewonnen met die bijkenissenvlucht? Ja. Wie heb je nou gewonnen dan? Ja, stop, kijk nou maar, ik hoef niet dood. Dus, kijk maar uit dat je niet verspoort. Spoilingen allemaal hier. Dus, ik weet dat je blij bent dat je gewonnen hebt, maar hou het nog even een week voor je. Ja. Ik hou er gewoon voor me. Maar er komen nog een hele hoop leuke vlogs, komen er nog. Ik heb geen idee. Ja, er komt er ook nog eentje op een buitenlandse locatie, komt er ook nog eentje. Wat? Wat? Ga ik niet vertellen, dat is een geheim. Op een buitenlandse locatie. Locatie? Ja, op een buitenlandse... Ik weet daar nergens van. We gaan... Waar heb je het over? We gaan Nederland uit. Hè? We gaan Nederland uit. Ga je alleen? Nee, jij gaat toch mee? Ga ik mee? Oh, oké. Okay. Ik doe het expres een week later, dat jij mee kan. Ja. Ook als waar, jij gaat mee. Ik ga ook mee. Ja, hij gaat ook mee. Ik heb geen idee waar ik ook ben. Maar waar ik naartoe ga... Dat is een geheim. Duitsland, België, Engeland, Frankrijk. Ja. Wat hebben we nog meer allemaal voor buiten dingen? Oostenrijk. Ga maar rijden, ze hebben onder in de rit. Ga maar rijden, ja. Ja, zet... Wat jullie denken waar we naartoe gaan? Ja. Degene die... Die het al weten, dat zijn eigenlijk alleen, ja dat zijn er vier eigenlijk. Ik, jij en Ramon en Joost, die weten al waar het is. Die mogen dus niet meedoen. Precies. Maar zet even een berichtje in de comments van waar jullie denken, waar wij binnenkort naartoe gaan. Dus ja, plaats even een berichtje en dan... gaan we het wel zien jongens, wie het eerste goed hebt. Nou, ik ga weer even neerleggen hier ook. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Als we weer bij mij binnen zijn. En dan doen we ook het slotakkoord. En dan overhandigen we de prijs. Ik weet niet wat voor prijs, ik weet niet wat voor beker die wint. Maar we zien wel. Driepunt! Tot zo! Ga gewoon dood. Ga gewoon weg. Zo, en we zijn weer terug. Mijn camera is een beetje, gaat een beetje beslaan. Dat komt door de kou. Dat komt door de kou. Maar we zijn er weer. En Kevin die is nog even hier. Ik ga hem zo even wat te drinken inschinken. Ja, die gaat dood. En dan gaan we, even, gaan we weer even verder. Ik hoop dat jullie, ik hoop dat jullie het een leuke spijkenissenvlucht vonden. Wij hebben in ieder geval er alles aan gedaan om er een leuke video van te maken. Doe alvast een duimpje omhoog. En like en subscribe. Op mijn kanaal. Ook op Abnormaal. Ik zal even een linkje in de beschrijving doen. En ik... En laat een reactie achter in de comments. Ja, laat ik even een berichtje. Ja, ik ben wel ontzettend benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus laat even een reactie achter van wat jullie ervan vonden. En ja, of dat we dit vaker moeten gaan doen. Als we dit vaker, als jullie het echt leuk vinden, dan doen we dit vaker. Precies, gaan we zeker vaker doen. Gaan we het zeker vaker doen. Nou, iedereen bedankt. De groetjes allemaal. En tot de volgende spijkenissenvlucht. Doei doei! Doei.